Een rechtszaak en spreekrecht. Hoe gaat dat in zijn werk? Ouders van kinderen die slachtoffer zijn van een ernstig zedenmisdrijf, die hebben spreekrecht. En die kinderen, als ze het kunnen, ook. In de wet staat vanaf 12, maar in de praktijk gebeurt het ook wel eens jonger. Maar dan bijvoorbeeld omdat we het opnemen op video. En waar is dat spreekrecht voor bedoeld? Dat is ervoor bedoeld om de rechtbank te informeren over wat voor gevolgen dat misdrijf voor jouw kind, maar misschien ook wel voor je hele gezin, heeft gehad. Om de rechtbank daar deelgenoot van te maken. Om de rechtbank uit te leggen hoe jullie zouden vinden dat er mee om moet worden gegaan. Hoe de rechtbank die zaak zou kunnen afdoen. En sommige ouders gebruiken het spreekrecht ook. En soms zelfs ook de kinderen. Om die verdachte te confronteren met de gevolgen. Met wat voor leed dat met zich heeft gebracht. En met hun vertwijfeling over hoe zij verder moeten. Allemaal zaken die het slachtoffer van tevoren bedenkt en van tevoren op papier zet. Sommige slachtoffers kiezen ervoor om dat spreekrecht schriftelijk te doen. En dan wordt dat voorgelezen door de advocaat of door de officier. Sommige ouders kiezen ervoor om dat zelf te doen. En soms wordt er ook wel voor gekozen dat het kind dat zelf doet. Het zijn allemaal mogelijkheden om als slachtoffer iets van de regie terug te nemen. Of als ouder van een slachtoffer. Er te gaan staan voor je kind. In dat opzicht heb ik heel vaak gezien dat het helend werkt voor ouders. Omdat ze daardoor het gevoel hebben van ik kan iets doen. Ik kan de rechtbank iets meegeven. Alvorens zij komt tot een beslissing.